mevrouw de minister, beste collega's. Wat hier in de hele discussie hier over de kernuitstap opvalt, dat zijn een aantal taboes. Een aantal taboes waar ik hier niemand over hoor. En ik zie er al drie, mevrouw de minister. Er zijn er nog, denk ik. Het eerste taboe is, Electrabel passeert altijd langs de kassa. Altijd. Dus wat de regering ook beslist, of dat u nu beslist, kernuitstap of geen kernuitstap, nieuwe gascentrales, geen nieuwe gascentrales, Electrabel die gaat altijd met de subsidies lopen. Dus vandaag stromen de woekerwinsten al binnen bij Electrabel, dankzij de hoge elektriciteitsprijs. U doet daar niets aan, de gezinnen betalen zich blauw. Gaat u beslissen om de kerncentrales langer open te houden, dan gaat Electrabel subsidies krijgen natuurlijk. En beslist u over nieuwe gascentrales, dat is eigenlijk al beslist, dan gaat Electrabel voor honderden miljoenen subsidies binnenrijven. Maar blijkbaar vindt geen enkele partij dat hier een probleem voor het energiebeleid. In ons land zijn wij totaal afhankelijk van energiemultinationeel Electrabel. Dat is de realiteit. Taboe nummer twee dan, het licht zal niet uitgaan als de kerncentrales sluiten. We hebben die nieuwe gascentrales, mevrouw de minister, niet nodig. Dat zegt energieregulator Kreg. En dus de discussie over kerncentrales of gascentrales is een valse discussie. Want de echte vraag, mevrouw de minister, wanneer gaat de regering eindelijk eens werk maken van een fatsoenlijke, daadkrachtige en snelle energietransitie? Dat gaat nu allemaal veel te traag. En het feit is, elke euro die u investeert in gascentrales of in kernenergie, dat is een euro die niet gaat naar de energietransitie, die niet gaat naar hernieuwbare energie. En taboe nummer drie, daar ga ik dan mee stoppen. We hebben vier ministers van energie in dit land. En die steken elkaar permanent stokken in de wielen. Dus dat soort vechtfederalisme, dat maakt elk fatsoenlijk energiebeleid in ons land totaal onmogelijk. Dat blokkeert alles en dat is nu nog eens een keer duidelijk. Dus mijn vraag aan u, mevrouw de minister, is heel duidelijk. Wanneer gaat dat circus nu eindelijk eens stoppen? En wanneer gaat er nu echt eens werk gemaakt worden van publiek? Het CRM-systeem, collega's, in alle scenario's. In alle scenario's is altijd noodzakelijk. Chers collègues, permettez-vous à monsieur Warmous de s'exprimer. Pensez parce que j'ai à dire à la fin. Le cirque, je persiste et signe, madame la ministre. C'est un cirque, on vient de le voir, c'est un vrai cirque ici. Non mais sérieusement, ce bordel institutionnel, ces réformes de l'État, vous les avez votées, tous les partis ici, et y compris les partis écologistes, l'ont voté. On a 4 ministres de l'énergie, 4 ministres du climat, 9 de la santé, on en a un ici, donc 9 ministres de la santé, mais arrêtez avec ça, mettez de l'ordre dans votre boutique, ça c'est la première chose, sinon on va jamais pouvoir y arriver, ça c'est quand même clair et net. Donc oui, c'est un cirque, je pense qu'on l'a encore vu aujourd'hui. Deuxièmement, le CRM, vous dites toujours tous les partis ont voté. Je dois vous rappeler que nous n'avons pas voté la résolution CRM, madame la ministre. Le CREG, je l'ai déjà dit qu'on n'a pas besoin de ces nouvelles centrales, mais vous continuez à travailler avec des anciens chiffres et vous refusez de prendre en compte les nouveaux chiffres, le réchauffement climatique, le développement du renouvelable, les gains en efficacité qu'on peut avoir en menant une politique vraiment volontariste, publique, d'investissement.